Gaat u wat vertellen over de juridische aspecten, denk ik, over het responsible disclosure verhaal? Vragen mogen tussendoor, denk ik, ook. In dat geval? En als ze daar ook dicht voor hebben, dan scheelt weer met al die treinen. Scheelt wel veel trein, Harry. Dankjewel. Het is altijd een uitdaging om te praten te worden voor een groep met hoofdzakelijk niet-juristen. Dat is nou net niet zo moeilijk, maar voor niet-juristen is het altijd een uitdaging. Maar ik heb gegeven dat als aangenaam verrassend wordt, dus dat is mooi. Als u het goed vindt, wil ik wat ruimte aan het einde inruimen voor wat vragen. Ik denk dat wat praktisch is in ieder geval. Maar het is voor mij makkelijk om mijn gedachtegang een beetje vast te houden. Ik pak het stokje even over van Wil. Ik ben in een gelukkige omstandigheid dat je tegenwoordig geen hand meer kunt openslaan of geen kunt openen zonder dat je leest over een van de verschrikkelijke cyberincidenten waar dan op de voren naar wordt gepleegd en we liggen aan allerlei kanten eigenlijk op de vuur. We worden gepusht bij het leven. Skimmen, dat vindt nog steeds plaats. We worden gespamd bij het leven, anders zien we dat van goud dan niet meer. We zijn met z'n allen gevangen in botnet. En als we de mensen van de security mogen geloven, dan is het ons van een kwart van de Nederlandse computers wel ergens mee besmet. Dat zijn dan hoofdzakelijk zijn dat Trojans. Ja, dat roept dan misschien wel de vraag af van, zijn we eigenlijk nog wel veilig? Hè? Wat doen we nog op dat internet? Nou, ik wil geen andere gamer zijn, dat ben ik volgens mij ook niet. Ik vind het nog veel te leuk om daar bang voor te zijn. Maar feit is wel dat misbruik op de loer ligt. En dat waar de ontwikkeling van het internet, het niveau van veiligheid, dat al lange tijd bij worden, dat het wel redelijk op elkaar is afgestemd, is dat nu de laatste jaren enorm uit de pas is het gaan lopen. Het internet is verschrikkelijk veel belangrijker geworden in verschrikkelijk korte tijd. En het bijpassende niveau van veiligheid hebben we tot op vandaag nog niet kunnen bereiken. We gaan er met z'n allen vanuit, dan zeg ik vanuit, ik neem aan jullie ook, dat wat er aan techniek nog gaat komen de komende jaren, dat gaat gewoon misbruikt worden. Dat gaat ook voor criminele doeleinden gaat dat misbruikt worden. Wil had het voorbeeld aan van de ontdekking van maken van het vuur en de uitleren als voorbeeld van innovatie. Maar hetzelfde voorbeeld kun je ook in de criminele trekken. Ik kan me voorstellen dat vrij kort na de ontdekking van het vuur de eerste brandstichting heeft plaatsgevonden. Elke techniek die misbruikt kan worden, die zal misbruikt worden, hebben we gezien. Hij zal ook crimineel misbruikt worden. En waarschijnlijk in een veel sneller tempo, omdat we dat kunnen voorzien. Manieren waarvan we ons in ieder geval, ook bij de opsporing, bij het Openbaar Ministerie, misschien bij de overheid, ons dat niet direct kunnen voorstellen. En het is eigenlijk wel heel gek dat je veiligheid op het internet voor een deel kan kopen. Eigenlijk voor het overgrote deel je eigen veiligheid moet creëren. Ja, en dat is een probleem, omdat niet iedereen in staat is om eigen veiligheid te creëren, of niet iedereen is bereid om veiligheid te creëren. Want veiligheid kost ook geld. Doordat niet iedereen in staat of bereid is, ontstaat er natuurlijk weer gevaar voor andere gebruikers op dit moment. Ik ben net als met Wil oprecht blij dat we inmiddels leven in een tijd waarin we een hele actieve community hebben die bereid is om dat deel van het werk op te pakken wat door anderen niet of niet vanzelfsprekend wordt opgepakt. Maar ik signaleer wel dat de meningen best wel verdeeld zijn als het gaat om wat voor rol de overheid daarin zou moeten spelen. Ik zal niet herhalen wat Wilde over heeft gezegd, maar ik denk dat hij dat op zich treffend heeft verwoord. Ik denk dat in zijn algemeenheid een kritische houding ten opzichte van de rol van de overheid ook volkomen terecht is.
Maar om enige rol van de overheid integraal af te wijzen, dat is natuurlijk de andere kant van het spectrum. We zullen daar een goede middenweg in moeten vinden. Ik wil gewoon het al aan, het komt erop op neer dat we moeten samenwerken. Het is een probleem van ons allemaal, dus we moeten met z'n allen aanpakken op een integrale manier. Het probleem daarbij is dat alle partijen die daarbij betrokken zijn, natuurlijk hun eigen belangen hebben, verschillende belangen hebben. En die belangen zorgen er ook voor dat ze op een verschillende manier die problematiek benaderen. Dat is volkomen vanzelfsprekend. Bedrijven zullen over het algemeen een economisch belang hebben. Dus maak een kostenbatenanalyse. Wat kost het mij? Wat levert het mij op? En denken misschien op dit moment nog te weinig aan het voordeel wat zich niet direct in geld laat uitdrukken. Misschien op termijn wel. Ik hoop voorzichtig een omslag te zien van het denken dat security binnen bedrijven, dat veiligheid, dat het niet alleen een last is, maar ook een asset kan zijn. Het kan een feature zijn van je dienst. Het kan goed wel creëren. Van in die zin is het te kapitaliseren. Gebruikers zullen primair problematiek vanuit de veiligheid en het gemak van eigen gebruik benaderen. En de overheid zal in de regel de problematiek vanuit de maatschappelijke belangen benaderen. Dus je hebt een keur aan benaderingen van subtiel en terughoudend tot ook nog eens een keer de olifant in de porseleinkast. Je kunt een hele scala voor de geest halen. Waar past de Responsible Disclosure leidraad dan in dat spectrum? Nou, zoals ik hem zie, is de Responsible Disclosure leidraad vooral subtiel. Is die vooral terughoudend en is die met ruimte voor nuance. Want de wereld is niet zwart of wit, de wereld is grijs. Meer dan 50 tinten in ieder geval. En vanuit die terughoudendheid die het uitgangspunt vormt voor die leidraad, is het zwaartepunt heel bewust gelegd bij zelfregulering. Zowel richting de bedrijven, zorg nou dat je een set van spelregels hebt, als richting de melders, de ethische hackers, hoe je ze ook wel noemen, zorg ervoor dat je je aan die spelregels houdt. Heel veel moeilijker zou het eigenlijk ook niet hoeven zijn. En als beide die op de harten nemen, is er wat mij betreft ook helemaal geen rol voor het strafrecht weggelegd. Behalve de hele bijzondere situaties, daar gaan we het zo even over hebben. Als je nou helemaal afpelt die uitdoen van wat de politie doet, wat het Openbaar Ministerie doet, en jezelf de vraag stelt van wat is nou de rol van het strafrecht, helemaal diep in de kern, alle fratsen eraf, dan is het in ieder geval, ik ga geen college geven, maar het komt er niet aan om het toch een beetje mooi te brengen. Strafrecht is er voor het vergelden van individueel onrecht en is er voor het vergelden van maatschappelijk onrecht. En is er, als je daar paraplu overheen wil zetten, is er voor om de balans in het recht te bewaken en te herstellen. To bring balance. Oh nee, dat was iets van een andere kwestie. Dat was het wel. En daarbij gaat het, en dat is iets wat je in 6 jaar rechtenstudie leert, daarbij gaat het eigenlijk maar een heel klein deel om wat je als individu ervaart als onrecht. Maar het gaat veel meer om het objectief vastgestelde onrecht. Zoals we getoetst aan de normen zoals ze zijn, of de verboden zoals ze zijn neergelegd in het Wetboek van Strafrecht. En gelukkig 99%, dan kun je met gezond verstand, komt dat aardig overeen. Veel van de juristerij is ook gewoon een beetje gezond en helder nadenken. Dus op zich zou dat ook niet heel veel verrassingen hoeven opleveren. En als je het bekijkt vanuit die objectieve benadering, dan is opsporing, dus daar ga ik zo even iets nader over in, opsporing bij hacken, bij computervredebreuk, zoals het in het Wetboek van Strafrecht heet, is eigenlijk in alle gevallen wel te rechtvaardigen. Wat is computervredebreuk? Natuurlijk 138a B van het Wetboek van Strafrecht. Is net een anderhalf jaar geleden is het hernummerd. Dat is opzettelijk en wederrechtelijk je toegang verschaffen tot een geautomatiseerd werk. Nou, laat het gewoon over een computer hebben, anders ligt het tenminste waar we het over hebben.
En opzettelijk, dat is gewoon dat je het bewust doet. En bij rechtelijk wil zeggen dat je geen toestemming hebt. Nou, dus als je bewust en zonder toestemming de computer naar binnen gaat, dan ben je strafbaar. Dat is helemaal geen ingewikkelde beoordeling. Een moederbord flesje is moeilijker wat dat betreft. BIOS flesje. Sorry? Heb je daar toestemming voor? Als het mijn eigen moederbord is wel. Maar, en daar komt de crux. Wat strafbaar is, hoeft niet altijd ook vervolgbaar te zijn. Er is echt een verschil tussen opsporen en, er is een, en aan de ene kant en vervolg aan de andere kant. Al liggen ze natuurlijk wel heel erg in elkaars verlengde. Een opsporingsonderzoek is er om vast te stellen of er daadwerkelijk strafbaar is gehandeld. En dat stel je niet zomaar in, daar moet je een goede aanleiding voor hebben. Een verdenking voor hebben, redelijk vermoeden dat er bepaalde dingen zijn gebeurd. En ons onderzoek is ervoor om die feiten en omstandigheden om een zo objectief mogelijke manier boven tafel te halen. Zodat je fatsoenlijk, objectief, zonder emoties kunt beoordelen van is hij nou inderdaad strafbaar gehandeld of niet. We zien dat als er opsporing wordt verricht, dat hoe zwaarder het instrument wordt ingezet. Voor een instrument, bijzondere bevoegdheden, telefoontaps, doorzoeking of observatie. Want hoe zwaarder het instrument, waarmee ik bedoel, hoe dieper dat ingrijpt op de levens van personen, hoe strenger ook de eisen zijn. Hoe sneller bijvoorbeeld ook een rechter erbij betrokken moet worden. Nou, en vervolgen is dus echt iets anders. Dat is dus, nogmaals, het is niet een hele harde scheidslijn, maar het zijn wel aparte beslissingen. Er kunnen tal van redenen zijn in de praktijk waarom we het wel opsporen, maar niet vervolgen. Waarom zou je helemaal zo niet vervolgen? Nou, misschien omdat we het van de wetgever niet mogen. Of omdat we niet kunnen vervolgen, omdat we in het opsporingsonderzoek hebben vastgesteld dat er misschien wel een strafbaar feit is gepleegd, maar niet door degene waarvan we oorspronkelijk dachten dat hij het had gedaan. En dan gaan we die persoon natuurlijk niet vervolgen. Of omdat iemand al een civiele claim aan zijn broek heeft. Nou, er zijn binnen het Openbaar Ministerie is er over nagedacht of daar niet een lijstje van kunnen maken, overzicht kunnen maken, welke redenen er zijn om niet te vervolgen. We konden er zo'n 40 bedenken. Een mooi lijstje, zo'n beetje elke situatie die je kunt voorstellen, valt wel onder een van die redenen waarom je niet zou vervolgen. Als je niet wat vervolgt, dan heb je het een CIPO. Dan zou ik geseponeerd. En de reden om niet te vervolgen heet de CIPO-gronden. En waarom zou je dan zelf? Waarom zou je dan wel vervolgen? Dat zijn geen 40 redenen, dat zijn er een stuk minder. Vooral omdat de situatie binnen maatschappelijke onrust is ontstaan. Dat is een heel mooi toverwoord, maar je kan je daar wel wat bij voorstellen. Als iedereen het erover heeft, als het in de krant, als het op internet staat, dan is er wel, kom je al snel aan maatschappelijke onrust. Als er een geschokte rechtsorde is, nog zo'n tal verwoord. Nou, dat moet je echt aan juristen overlaten. Dan kun je anders met je verstand in verwijzen in het bier. En ook als er anders geen mogelijkheden zijn om een einde te maken aan die onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld omdat er wel een strafbaar feit is gepleegd, maar de dader is niet direct bekend. Nou, theoretisch gezien zou je ook een onbekende dader kunnen vervolgen, doen we liever niet graag. Maar je moet je voorstellen, dat is in ieder geval geen situatie waarin iemand die getroffen is door een strafbaar feit heel gemakkelijk naar de civiele rechter kan gaan en zegt hij was het. En dan zou je onder omstandigheden van de overheid mogen verwachten om daar tegen op te treden. Maar, en dat is wat mij betreft de gouden regel voor wanneer je het strafrecht wel en niet zou moeten inzetten, wat burgers onderling met elkaar kunnen oplossen, dan hoeft de overheid zich niet mee te bemoeien. Dat is de stelregel. Die hou ik ook in. En die handreiking voor de responsible disclosure is wat mij betreft een heel mooi voorbeeld van die zelfredzaamheid, van die zelfregulering. Een duwtje in de richting om heldere spelregels te formuleren die niet worden opgelegd door de overheid. Een good practice, so you will. En zoals ik al zei,
in situaties waarin er sprake is van een hack, van computervredebreuk, maar vervolgens een beleid van responsible disclosure, wat die organisatie heeft opgesteld, als dat gewoon prima is, als het is nageleefd. Zowel dat bedrijf als die hacker zeggen van joh, wij zijn eruit met z'n tweeën, onze responsible disclosure gegaan, wij hebben geen problemen meer met elkaar. Dus ik geen enkele reden waarom het strafrecht daar nog in zou moeten treden. En ook, misschien een beetje geruchtig, ik hoop een beetje geruststellend, ook in situaties waarin er geen responsible disclosure beleid is, zijn er nog handvatten om te kunnen beoordelen of een vervolging reëel is, of als een vervolging wel reëel is, of iemand straf opgelegd moet krijgen of niet. Een mooi voorbeeld daarvan is recentelijk de vervolging van Henk Krol. Een situatie waarin diagnostiek voor u geen responsible disclosure beleid had. Dus het is wel geen spelregels, dus dat kan je ook niet verwachten van de hacker dat hij de spelregels volgt. Dat is bijna niet zo. Nou, in de rechtspraak zijn meerdere voorbeelden geweest van situaties, vooral op het gebied van waar de grenzen van de journalistiek liggen, de journalisten die bepaalde strafbare feiten hebben gepleegd, met de bedoeling om een maatschappelijke misstand aan de kaak te stellen. Daar hebben rechters over geoordeeld en hebben daar een kader voor ontwikkeld waar ze dat zelf aan toetsen. Zelfs als die spelregels niet op papier staan, onder welke omstandigheden vinden we dan dat iemand wel of geen straf verdient? Hoe gaan we dat meten? Welke meetlat gaan we daarnaast leggen? Die is in de rechtspraak ontwikkeld. En precies op die meetlat is toegepast in die uitspraak in die zaak tegen Henk Krol. Dat werkt hartstikke goed. Moeten we dan maar niet meer aan responsible disclosure beleid doen? Ja, juist wel. Want dan wordt het aan de voorkant wel een heel stuk duidelijker en voorzienbaarder wat je ook als onderzoeker en als melder kunt verwachten. Veel beter, veel duidelijker om een situatie in te gaan waarin je weet wat je kunt verwachten, wat de spelregels zijn, zodat je ook weet wanneer je over die grens gaat. Dus zoals gezegd, als beide partijen eruit zijn, ja, dan is dat wat mij betreft is dat ook gewoon het uitgangspunt. En zijn er dan situaties waarin we toch kunnen vervolgen? Ja, die zijn er. Zelfs als er geen aangifte wordt gedaan, kan het Openbaar Ministerie een vervolging instellen. Kunnen we op eigen kracht doen. We hebben eigenlijk helemaal geen aangifte nodig. Maar we hebben onszelf, aan leiding van de richtlijn, zoals die is, de leidraad zoals die is vastgesteld, wel voorgenomen om een situatie waarin de responsible disclosure wordt gevolgd. En beide partijen zeggen dat ook, dan doen wij zo. Bijzondere situaties daar gelaten. Nou, wat moet je dan aan denken? Laten we even losknippen van het strafrecht. Want geloof mij, het is niet zo verschrikkelijk moeilijk om een feitelijke gedraging, om daar een strafbaar feit van te maken. Dat is echt niet zo moeilijk hoor. Geef me een half uurtje en dan kan ik er zo een paar keer aanwijzen die ze strafbaar hebben gedragen. Toch ga ik er helemaal niks aan doen. Omdat ik ervan uitga dat jullie dat onderling zelf ook kunnen oplossen. Als jullie er niet uitkomen, dan is er altijd nog de burgerlijke rechter. Ik heb geen idee dat je eerst naar de burgerlijke rechter gaat, als je naar de rechter gaat, voordat je bij mij aanklopt. En zo is dat met het responsible disclosure ook. Zo'n hack, niet alleen een strafbaar feit, is ook wat dan heet een onrechtmatige daad. En die onrechtmatige daad, als partijen het er goed uitkomen, ja, dan moet er geen recht meer aan te pas te komen. Dan is die studie misschien niet helemaal zuiver, maar dan zou je kunnen zeggen, dan is die onrechtmatigheid is van tafel. Is die onrechtmatige daad helemaal van tafel. Dan hebben we het daar verder niet meer over. En dat kunnen die partijen prima regelen voor zover het gaat om het ongestoorde gebruik van die computersystemen, want dat is ook wat die strafbepaling wel te beschermen. Maar hoe zit het dan als er gegevens van 300.000 Nederlanders op straat liggen? Kan een ziekenhuis, kan een ISP namens al die personen zeggen van ja, maar er is geen sprake meer van onrechtmatigheid. Ik vind als beheerder van bewaarder van die gegevens, ik vind het eigenlijk wel best zo. Wij zijn eruit, dat is goed.
Ik denk dat je daar nog een discussie over zou kunnen voeren. Dat is een situatie waarin ik mij zou kunnen voorstellen dat het toch als politie, als openbaar ministerie, even goed gaat nadenken. Ja, ik vind het prachtig dat die partijen eruit zijn, maar we hebben wel te maken met iets groters. Iets wat eigenlijk het handelingsperspectief en de rechten van die twee partijen overstijgt. Dit is veel groter. Je zou je kunnen voorstellen dat in die situatie we toch even kritisch gaan kijken, ondanks het feit dat de responsible disclosure is gevolgd, als er aan de andere kant gegevens weglekken, weet ik niet wat, en daar eigenlijk wel derde partijen slachtoffer bij zijn, dat we toch eens even dat we toch gaan kijken of desalniettemin het zou daartegen zou moeten optreden. En dat geldt niet alleen voor wat betreft degene die dat meldt, die hacker. Ik ben me ook heel bewust van de kritiek die wordt geuit van ja, pak je zo'n hacker aan, maar wat dan met dat bedrijf? Dat dan, waarom pak je die niet aan? Waarom zijn die niet strafbaar? Kan ik heel kort over hebben. Dat is niet omdat we het niet willen. Dat is omdat die mogelijkheden binnen de strafrecht heel erg beperkt zijn. Als het gaat bijvoorbeeld om het beheren en om het lekken van persoonsgegevens. Zo'n bedrijf dat zijn beveiliging niet op orde heeft, waardoor al die gegevens op straat komen. Daar zijn niet veel mogelijkheden om dat bedrijf strafbaar aan te pakken. Ja, je zou kunnen denken aan situaties waarin door die gebrek van beveiliging ergens verder in een bepaalde keten, komt zo bij je, ergens verder in een bepaalde keten mensenlevens in gevaar zijn gekomen. Of mensen zijn overleden. Als een bedrijf op zodanige manier nalatig is geweest dat als rechtstreeks gevolg daarvan andere mensen heel erg is overkomen. Medepleeg of uitlokken van hekken, dat houdt het allemaal echt niet. Geloof mij, dat gaat niet houden bij rechten. Dus strafrechter is het eigenlijk wel heel moeilijk. En ik kijk net zo verwachtingsvol als andere partijen in die situaties naar toezichthouders. Sectorale toezichthouders, het college beschermt persoonsgegevens, naar agentschap Telecom, naar de Opta, naar weet ik niet wie, om die taak op te pakken. En dat is een beetje flauw om te zeggen, maar het is mijn ervaring dat die onderzoeken vaak een stuk minder sexy zijn, vaak minder tot de verbeelding spreken dan de opsporingsonderzoeken die door politie en onderleiding van het Openbaar Ministerie plaatsvinden. Dus van die onderzoeken hoor je vaak vrij weinig. Maar neem van mij aan dat ze ook echt plaatsvinden. Even los van de hele discussie of die toezichthouders voldoende capaciteit hebben, want natuurlijk zouden ze meer capaciteit moeten hebben. Maar die onderzoeken die vinden wel degelijk plaats. Het is niet zo dat het in dat soort situaties daarbij ophoudt. De vraag. Ik viel inderdaad eigenlijk over het gebrek van het woord nalaten. Die viel dat vlak na dat ik me had. Heel goed. En waar ik eigenlijk inderdaad aandacht op moet zetten, is dat soms dus een hack wordt gedaan, gezien, het gebeurt, men valt iets op. Een verschrikkelijk oude versie van een stuk software dat online staat. En het enige woord wat daarbij bij mij opspringt is nalatigheid. En geen zorg dragen voor de gegevens die daar misschien achter staan. En de hackers, waar ik nog eens mee te maken heb, of dat ik mijn eigen beeld is überhaupt wel eens een keer laten zien van god. Ik zie dat er daar iemand verschrikkelijk oude software draait. Ik noem dat nalaten. En ik vind het jammer dat dan dat er zo weinig ruimte blijkt te zijn. Om dus inderdaad juist de nalatigheid de overtoon te laten spelen in dit zaak. En ik zit me af te vragen, waar moeten we dan zijn? Moeten we dan bij de toezichthouders zijn om die misschien te instrueren om juist effectiever naar die problemen te kijken? Moeten we zeggen dat het strafrecht, dat rechtssysteem, dat daar wat aan getornd moet worden, dat daar verandering, dat daar meer ruimte moet komen? Waar kunnen we ons op dat stukje van nalaten? Nou, misschien zouden we op alle plekken die je net noemt, en misschien nog wel meer plekken, ze hebben goed over die vraag moeten gaan nadenken. Ik ben niet enorm genegen om te zeggen dat we het strafrecht vooruitschuiven en dat als instrument gaan gebruiken. Ik denk dat je het strafrecht dan op een verkeerde manier toepast. Daar is het rechtstaatelijk niet voor bedoeld, wat mij betreft. Waar veel meer kracht van uitgaat,
Maar ik weet niet dat dat een ontwikkeling vereist en dat dat met horten en stoten en dat is een evolutie en weet ik niet wat. Is dat het natuurlijk, intrinsiek gedragen wordt vanuit de private sector, vanuit het bedrijfsleven. Zoals ik al zei, security als een asset, als een feature van je dienst, is waanzinnig krachtig kan dat zijn. Als, op het moment dat je te boek staat als onveilig, nou, ik hoef het voorbeeld van Diginotar maar aan te halen, als een voorbeeld van ja, joh, als je core value wegvalt, je handelt in vertrouwen op het internet, je kunt dat vertrouwen niet bieden, dan houdt het dus inderdaad een beetje op. Maar het is natuurlijk heel genuanceerd, waar nog veel meer elementen aan de orde. Idealiter zou je verwachten dat als internet dienstverlening zo ook op de marktwerking is gestoeld, dat die markt dan ook daadwerkelijk werkt. En op het moment dat iemand zijn rol niet pakt, zijn verantwoordelijkheid niet pakt, dat die door de markt wordt afgestraft. Betekent dat je de problemen de wereld uit hebt? Nee, er kan nog een hoop aan de achterkant, kan er een rotzooi kan er blijven liggen. Zou het kunnen betekenen dat er een rol voor een overheid is? Ja, dan wat mij betreft, ook echt primair die toezichthouders. Volgens mij moet je dat niet te snel in het strafrecht trekken. Gaan helemaal handelen. Volgens mij, achteraf, als jij... Dus kort samengevat is schandbaar de enige optie. Off the record. Nou ja, nee, niet de enige optie, maar we weten allemaal dat het verschrikkelijk effectief is. Maar pas daar ook mee op, hè? Om maar even een recent voorbeeld in het leven te roepen. Over schandpalen gesproken, dan raak ik ook meteen aan wat zou de participatie van de community kunnen zijn. De aanslagen bij de marathon in Boston. De community, onder andere achter Reddit, die er opduikt en het materiaal aan de slag gaat. En heeft op een gegeven moment opsteken, jongens, wij hebben hem. En het is de verkeerde. En die jongen is nu dood. Ja, of het iets met elkaar te maken heeft, dat weet je natuurlijk niet. Maar als het gaat om het stigma. Het is een verschrikkelijk intrigerend voorbeeld van natuurlijk ook hoe de voordelen van zo'n brede participatie en de nadelen ervan verschrikkelijk dicht bij elkaar liggen. Misschien zelfs wel op elkaar liggen. Naming en shaming kan heel erg effectief zijn. Maar ook daarvoor geldt dat ik me niet kan voorstellen dat als je al je eieren in één specifiek mandje hebt, dat je hebt leggen dat je dan voldoende hebt getackled. Oh, zeker niet. Het was alleen... Ja, eens. Ja, meer. Ja. Oh, dat was zelf. Wat vindt u van het huidige strafrecht, zoals dat is geformuleerd, is ontstaan? Dat is soms nog niet helemaal aangepast aan het huidige computertijdperk. Veel van die wetten zijn eigenlijk daarvoor geformuleerd. Vindt u, dat die wetten zijn die nog toepasbaar op deze tijd? Ja en nee. Lekker aan het gezond worden. Het is volkomen terecht. Die wetten waar we de opsporing mee wegen zijn geschreven in de tijd dat een aantal van de fenomenen die we nu onderzoeken, die nu zo dominant zijn, helemaal niet bestonden. Botnets, ja, leuk, DDoS was helemaal geen issue. En we weten inmiddels wel dat dat anders is. En we realiseren ons ook wel, in ieder geval theoretisch, wat de risico's zijn van een en ander en wat er mogelijk is. En dat een goed opgezette DNS-amplificatieavond, ja, daar we toch echt met z'n allen best een klein beetje heel veel last van kunnen hebben. Dus dat klopt. Daar is een kloof. En die kloof is flink snel wijder aan het worden. Wil dat zeggen dat we nu niks kunnen? Nee, dat wil niet zeggen dat we niks kunnen. Maar het betekent wel dat bij de toepassing van bepaalde opsporingsmogelijkheden we creatief moeten zijn. En dat bedoel ik niet in een negatieve manier, maar ik bedoel wel dat we soms dingen moeten inlezen, soms dingen moeten interpreteren naar de bedoeling van de wetgever. En ja, als je het op de maatschappij van nu legt, hoe zou dat uitpakken? Maar het lastige daarmee is dat, en dat soort interpretaties niet altijd voorzienbaar zijn. En dat is lastig. En met name is dat lastig, omdat als er opsporing wordt verricht, als er bepaalde middelen worden ingezet die diep ingrijpen in de levens van mensen,
dan mag dat, dan kan dat. Dat kan noodzakelijk zijn, dat kan een overeenstemming zijn met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar moet in ieder geval voorzienbaar zijn. Je moet als burger moet je weten waar je aan toe bent. Een rechter moet ook relatief eenvoudig kunnen toetsen of datgene wat de politie doet, of wat de officier van justitie vordert, dat het ook in overeenstemming is met de wet. En niet daar hele epistels bij krijgen van, ja, het staat er wel niet, maar eigenlijk moet je dat zo lezen. Maar eigenlijk is dat dus nog niet zo. De rechter kan dat niet eenvoudig. Nou, dat wordt in bepaalde situaties wordt dat best wel lastig. Ja. En wil zeggen dat met het wetsvoorstel zoals dat nu in de consultatie is gegaan, dat we er zijn? Nee, daar zijn we ook nog niet. Want hou er rekening mee dat het zal breed over gedebatteerd worden. Ik verwacht niet dat binnen anderhalf jaar dat daadwerkelijk in werking is getreden. Dan moeten we ermee leren werken. Dat kost ook een half jaar tot een jaar. Je weet zelf hoe, althans je kunt jezelf voorstellen hoe de wereld dan weer is veranderd, tegen welke problemen we dan aanlopen. Dus het is wel een voortdurend proces. Het is niet dat realiseert de wetgever zich ook, realiseren wij ons ook. We zullen waarschijnlijk niet meer toe kunnen met wetgeving die het 10 jaar uithoudt. Als we in de wetgeving er niet aan het komen op bepaalde technische... technische zaken ook te omschrijven, ook op te nemen. Het is schipperen, maar ik denk niet dat we nu al op een punt zijn waarin we echt gierend hard vastlopen. Ik denk dat we ook kunnen. Oké. Mag ik dat kritisch wel zijn? Naar aanleiding van deze vraag. Je zei net, we hebben dus die kloof. Ja. Dus de techniek was de vorige presentatie ook duidelijk. Internet voordat men gaat steeds harder. Ja. Dat werd exponentieel genoemd. Ja. Ik zou willen proberen dat de ontwikkeling van die recht niet alleen niet lineair gaat, maar langzamer in lineair, misschien ook ritmisch. Dat betekent dus dat wij niet alleen niet nooit kunnen inhalen, maar alleen maar steeds harder en harder zullen af te lopen. Hoe kunnen we zinnig omgaan met het feit dat we weten dat we steeds meer zullen achterlopen met wetgeving? Om het even heel flauw te zeggen, als je bestendige wetgeving wil hebben, moet je hem zo neutraal mogelijk, techniek neutraal mogelijk, moet je hem ook gaan opschrijven. Maar dan krijg je op een gegeven moment algemeenheden waar je echt, ik weet niet wat, in kunt inlezen. Dat lijkt me nou ook niet echt bevorderlijk voor de rechtszekerheid. Dus je ontkomt er niet aan om toch wel een duidelijke richting aan te geven. Maar wordt het gezien? Wordt het erkend? Ja. Uiteindelijk, dat is ook een enorm platitude, maar uiteindelijk zal de tijd uitwijzen hoe bestendig het is. Ja, kijk nogmaals, als in 2006, toen de laatste tranche van de huidige wetgeving in werking is getreden, dan hadden we wel de mensen van Lidl en van Bobnet gehoord, maar niet op de schaal waarop het nu plaatsvindt. Dat is 6-7 jaar geleden. Ja, er kan zo verschrikkelijk veel veranderen. Dus wat je nu doet, dat is vooral natuurlijk ingegeven op basis van de bedreiging die we nu zien. Met een voorspelling van hoe het eruit gaat zien. En in de voorspelling zit altijd een enorme foutenmarge. En ook hier, en ik hoop dat we aan de goede kant zitten. Niels Bohr heeft ooit gezegd, the prediction is difficult, especially in the future. Dus ik wens jullie heel veel succes ermee, maar dat is dank je, zo wel. Nee, maar ik bedoel het wel serieus. Ja. Je kan niet voorspellen. Hier. Hoe bouw je dan robuuste systemen? Hoe bouw je dan dingen die op een veilige manier falen? Want dat is de uitdaging waar de overheid voor staat. Want de command and control top-down organisatie zoals we het gewend zijn in de klassieke fysieke situatie, kan niet. We zitten met een zelforganiserende bottom-up systeem die niet te sturen is. Waar de overheid één van de actoren is, net als de vele anderen. En is dit besef überhaupt er wel van, ja, maar we moeten het controleren zonder controle te hebben? Ik ben me niet goed ingevoerd in de theorie hierachter zit. Maar ik heb me laatst laten vertellen dat als het gaat om het voorspellen van de toekomst en het inschatten van hoe ontwikkelingen gaan lopen, dat er twee eigenaardige wetmatigheden naast elkaar bestaan. Is dat we als mens dat we de ontwikkeling op korte termijn altijd neigend te overschatten. Dus het effect van ik ga naar de sportschool, maar ben ik na een week nog maar zo weinig afgevallen. Dat het meer is. En op lange termijn onderschatten we het schromelijk.
En dat zal op dit gebied, als het gaat om wetgeving, zal dat ongetwijfeld ook zijn. Dat we nu denken dat er wetgeving komt waarmee we de problemen die er nu zijn op korte termijn onder controle kunnen hebben. En dat zal waarschijnlijk tegenvallen. En waarschijnlijk zal op lange termijn zal ontwikkelingen richting ingaan die we niet volledig hebben kunnen voorzien. En dan gaan er weer witte vlekken en zwarte gaten ontstaan. Maar aan de andere kant, als je er echt helemaal definitief klaar mee zou zijn, zou het ook niet meer leuk zijn. Maar het is te belangrijk om die erover te denken. Maar ik snap wat dat is wat gaat gebeuren, dat is duidelijk. Hè? Ja. Maar goed, ik zit zelf in de beleidsonderzoek, ik moet vooral kijken van wat jullie dan doen en zo. Wat ze beter moeten doen. We praten dus over adaptief beleid. Dus die notie van zijn we in staat om die beleid constant aan te passen. Reagerend op dingen te zijn. Dus dat is sowieso het ook altijd reactief, nooit proactief. Maar dat vereist dusdanig organisatorische en institutionele veranderingen. Om bijvoorbeeld die wetgeving adaptief te maken. Want nu zitten dingen, ja, boeken voor dat het beschreven proces, die is noodzakelijkerwijs en goed dat die traag is, want checks en balances, gewoon prima. Maar daarmee graaf je jezelf gewoon finaal vast. Ja. In een steeds sneller veranderende wereld. Ja, en misschien, het klinkt al negatief, misschien is het wat dat betreft dan ook heel goed om vooral niet al te verlangen naar de overheid te kijken als macht die het probleem kan oplossen. Maar dan ga ik nemen in Schengen bijvoorbeeld. Hè? Dan gaan ze op de publieke schandpaal en jammer dan gaan ze maar failliet, die bedrijven. Nee, maar dat is dan de andere kant. Hè? Dus als je het zo stelt... een van de redenen dat we strafrecht hebben, en ik kap me even af ook, een van de redenen dat we strafrecht hebben, is dat we ook niet in een maatschappij willen leven waarin iedereen zelf straffen kan uitdelen. Naming en shaming is, nou ja, daar kun je van vinden wat je wil, maar het is misschien maar een kleine stap naar het van het nemen, naar het shamen, naar een goddoos en dan nog niks, nou dan die dos is je lijf plat. Ja, nee, maar snap je? Als ik zeg dat niet om misschien een fout te doen, maar het is wel een hele belangrijke functie van de strafrecht dat we die eigen richting, als we eigen richting, dat we die zo veel mogelijk eruit halen. En dat is best een uitdaging als we in zo'n breed speelveld dit probleem willen tackelen. En daar hebben we ook nog niet de antwoord op. Dat zullen we. Zullen wij ook met schade en schande zullen we dat moeten gaan leren? Kijk even naar onze moderator. Ja, oh ja, Bart. Nou, is dat? Is dat zo? Ja, ik kan het wel. Ja, dat is het. Je noemde eerder het verschil tussen opsporing en vervolging. En dat daar een groot verschil in zit. En de afweging wanneer overgegaan wordt op daadwerkelijk vervolging. Daar zijn een veertigtal. In ieder geval een hoop redenen waarom we niet, gek genoeg hebben dus meer redenen waarom we niet zouden doen dan ja, we wel zouden doen. Maar zou dat betekenen dat zo'n leidraad er ook tussen komt? Nee, zo'n leidraad valt onder een van die 40 redenen. Als er een responsible disclosure beleid is en dat is gevolgd, dan... Maar dat moet overeengestemd worden met bedrijf en hacker dan? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, kijk, ik kan mij voorstellen dat niet alle bedrijven in Nederland daarmee aan de slag gaan. Nee, dat klopt. Het wordt ook best interessant hoe het gaat uitpakken in combinatie met meldplichtdatalekken. Of als er een datalek gemeld wordt en daar een ethical hack aan ten grondslag zou liggen. Of dan vervolgens de toezichthouder bij wie dat gemeld wordt ook nog de vraag stelt van joh, en zijn jullie er een beetje uitgekomen met z'n tweeën? Of dat die vraag helemaal niet relevant is, en dan is het maar de vraag of die informatie ooit bij de opsporing komt, zodat wij die vraag kunnen stellen. Dat wordt ook nog best, hè, want ook daarvoor kan ik me voorstellen dat niet alle meldingen van data breaches, dat die in de grote bak gaan waar de overheid en al zijn geledingen bij kan. Dat wil je misschien ook niet. Dus hier een beetje compartimenteren. Dus het ligt helemaal niet voor de hand dat wij daar overal in kunnen kijken. Dat moeten we ook helemaal niet willen. Maar als ik informatie zou krijgen van goh, daar is dat en dat en dat aan de hand. Of als er toch een aangifte wordt gedaan. Nou, dan is dat zeker een vraag die ik zou stellen. Van ja, ik zie dat je responsible disclosure beleid hebt gevoerd. En leg eens even uit hoe dat feitelijk nou is gegaan. Als ik dan tot de conclusie kom van ja, maar volgens mij is het keurig via de spelregels gedaan. Dan leg ik die aangifte opzij. Dan ga ik ook verder geen moeite meer aan besteden. Maar, en ik snap best dat dat gevoelsmatig spanning oproept.
Het instrument wat ik gebruik om die gegevens boven tafel te krijgen, is de opsporing. Is het verrichten van een opsporingsonderzoek. Ja, en daar past bij dat als je voorwerp van onderzoek bent, dat je dan als verdachte wordt aangemerkt. En ik realiseer me heel goed dat het ook een vorm van brandmerken al kan zijn. Het lijkt misschien niet zo, maar in de praktijk zijn we echt wel heel terughoudend met het naar buiten treden. Maar Pietje Puk of Jantje is verdachte. Dan, als het daartoe komt, en dan meestal een initiale, dan zijn ze altijd wel vrij zeker van de zaak. Dan hebben we niet meer over van, trek een natte vinger in de lucht en laten we het maar naar buiten brengen. Want daarmee realiseren we ons ook, richten we misschien wel heel veel schade aan die onterecht zou zijn. Maar de opsporing is dus een essentieel onderdeel en die hebben we nodig om op een objectieve manier de feitelijke omstandigheden boven tafel te krijgen. Maar u zegt nu, op het moment dat een bedrijf overeengekomen van de responsible disclosure, dan gaat u kijken van ja, we zijn het overeengekomen. Als ik aanleiding heb, je kunt nu niet alsnog moord in brand gaan schreeuwen, want ja, jullie zijn het overeengekomen. Maar heeft hij ook gezegd dat een van de redenen om wel te gaan vervolgen is wanneer er maatschappelijke onrust komt. Ja. En zodra het bedrijf dus wel die responsible disclosure heeft en tegelijkertijd daar tegenin gaat en in de media gaat roepen van ah, we zijn gehackt, en dan zijn jullie dus in principe ook verplicht om alsnog tot vervolg, ook al zijn jullie. Er zit een soort tegenstrijdigheid. Ja, ik snap het. Ik voel het. Zeg maar ook hier in de zaal ook heel veel onrust van. Ja. Ja, nee, dat snap ik. De leidraad die biedt geen enkele garantie. En nee. Dat is het grote probleem. Eens? Nou, nog mee. Nee, maar weet je, ik toen hier kwam, dacht ik ook wel van, nou, je moet blij met me gaan zijn. Ik zal vooral toelichten wat wij vinden, hoe we daar naar kijken. Maar het is aan jezelf om je daar allemaal niet lekker bij te voelen. Maar zoals ik het al aangeef, als er een responsible disclosure beleid is en dat is gevolgd, heb ik geen reden meer om te vervolgen. Tenzij er hele bijzondere omstandigheden zijn. Het kan best zijn dat als jij een Russisch hek pleegt bij Bonovo, ik noem maar wat, en jullie zijn er met z'n tweeën wel uit dat ja, responsible disclosure is prima, keurig, maar aan de achterkant blijkt er nog heel veel patiëntengegevens aan de rechten zijn gekomen, die zie ik op pacewind staan, ik noem maar wat. Dan moet je mij niet kwalijk nemen dat ik toch nog eens even wat vragen stel van joh, maar is dat nou van jou afkomstig? Hoe komt dat nou? Want jullie zijn er met z'n tweeën wel uit, maar het zijn niet jouw gegevens die daar op Facebook staan. Het zijn de gegevens van andere mensen die er eigenlijk geen borst mee te maken hebben, dat jullie er met z'n tweeën zo goed uit zijn gekomen. Dat is leuk voor jullie, maar daar heeft die derde daar niks aan. Nee, maar dat heeft dus zeer waarschijnlijk als je kijkt naar hoeveel mensen bij een systeem kunnen, namelijk de hele wereldbevolking in veel gevallen, is de kans dat diegene die dat heeft gemeld ook degene is die dat heeft gelekt, wel verbluffend klein. Maar als wel de eerste die het op de is de eerste die het heeft gemeld. De rest was misschien gewoon te bang om het te melden. Maar als dat het geval is, hoef je ook niet zo bang te zijn. Kijk, je zegt het geeft geen garantie. Omgekeerd, nu is er geen enkele garantie. He, nu, op het moment dat je nu iets doet, je zei het al, dan zit je heel snel in de stap of vijf. Of in ieder geval dat is te construeren. Omgekeerd, als er een responsible disclosure is, ligt in ieder geval niet alleen strafrechtelijk, maar civielrechtelijk ook afspraken vast door het bedrijf vormgegeven. Maar gezegd, zo handelen wij. Als je daaraan volgt, heb je het met uitzondering van als er sprake is, zo formuleer ik het dan even, van grote maatschappelijke onrust of bijzondere omstandigheden, loop je het risico, als dat het geval is, loop je het risico vervolgd te worden. Maar dat is de uitzondering. Dus ik zeg nou juist, het tegenovergestelde, goed, dan gaan we de discussie nog even aan, dat je nou veel meer garantie hebt. En er is altijd de kans dat als er iets anders aan de hand is, of grote maatschappelijke onrust, dat het opsporen gaat plaatsvinden. En dan is het nog niet eens vervolg, want dat denk ik ook altijd. Ja, het is een half vol en half leeg glas. Het is drie kwart vol, wat mij betreft. En voor 1/4 of 1/10 nog leeg. Dat is het risico. En alsnog verplicht, denk ik aan innocent until proven guilty bij ook dat de melder die gegevens zelf op bezig bent. Ja. Nou, nee, hoezo nog wel? Gewoon ja.
Ik denk dat dat voor bepaalde specifieke strafbare feiten nog een keer gaat veranderen. Kan mij dat voor jou ook zo meteen? Nee, dat is geen onderdeel van het ja, gewoon los. Er is een leuk precedent natuurlijk met de Belastingdienst. Dat je voor de Belastingdienst in veel gevallen inmiddels al omgekeerde bewijslast hebt. Dat was iets unieks. Dat is volgens mij iets unieks. Maar ik vermoed dat dat zeker vanwege de onmacht om te weten wat er gaande is in het hele cyberdomein, dat de overheid op een gegeven ogenblik daar vaker naar zal grijpen, naar omgekeerde bewijslast. Hoe bizar het ook mogen klinken, hebben het inmiddels al doorgevoerd. En niet een strafrecht, een bestuursrecht heb je het in bijzondere gevallen. Dat is ja, wel een fundamenteel ander wetboek waar je naar kijkt, hoor. Dat klopt. Ik weet niet de juristen uithangen, maar dat hebben we. Dat is geen richting van enkele colleges van jaren 4 geleden. Het is zeker een ander boek, het is compleet andere wet, et cetera. Maar een specifieke wet, hè? Vergis je. Ja, dat weet ik. Alleen, het probleem bij belastingen is de onmacht. Belastingdienst kan sommige dingen niet. En dat is nou precies het probleem wat er hier ook is. De overheid kan veel niet. Dat is gewoon technisch onmogelijk in veel gevallen om te weten wat er gaande is. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat hebben veel overheden al lang aangetoond. Onze overheid doet het volgens mij best netjes. Ik denk dat dat niet eeuwig vol te houden is. Als je als overheid jezelf zo verantwoordelijk voelt en vindt dat je daardoor vrijheden mag inperken. Of vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel. Zullen we de volgende vraag? Ik denk niet dat het heel snel gebeurt, maar ik denk als ik als een, nou ja, je kan alleen maar op het persoonlijk duiden en misschien ook namens wil spreken, dat zolang wij zitten waar we zitten en waar de enige invloed op hebben, de jongeren zullen we als uiterste best om ervoor te zorgen dat we die kant in ieder geval niet omgaan. Want dat lijkt me inderdaad, daar staat ook niet de goede kant. Ik ben niet bang voor de eerste komende. Nou, dat mag ik dat zo lang blijven. Nog één vraag. Ja. Het sluit een beetje aan wat ik aan Wil eerst gevraagd heb. Want ik vond het heel interessant toen een Responsible Disclosure uitkwam. Was ik meteen die dag mee bezig om een Responsible Disclosure beleid te maken. Ik ben wel in de hacker community, dus ik ken die hoek, maar ik werk ook bij Fox IT. Dus ik ken ook de oorsprongingshoek en ik weet ook wat er allemaal een beetje wat er allemaal gebeurt. Dus ik zag dit beleid echt op twee verschillende hoeken en ik zat te denken van wat moet ik nou ermee? Want ik geloof dat echt een beetje het beeld van de botsing is van verschillende communities. Ja, in principe is het een beleid voor bedrijven om een klein tikje de hackermentaliteit te snappen. Dat het gewoon wat er al sinds decennia is, dat je gewoon tegen elkaar zegt, hey, boom. Hier heb ik geknoeid en ik was even bij jou binnen. Oh, en dan zegt hij, dankjewel, ga ik fixen. Dit is gewoon iets wat je met hardware en software doet. En dat bij bedrijven niet zo werkt. Het is gewoon een mentaliteitsverschil. Er zijn hele andere motivaties dan iets te verbeteren. Dus dit is de eerste botsing. Waar dit wel echt een verbindend stuk is, denk ik. Maar wat dan, zoals gezegd, tegenaan staat, is dat computercriminaliteit is een wet wat uit een tijdperk komt waar het dus heel erg nieuws was, waar het heel erg eng is. Het is altijd eng als iets nieuws is. En in principe staat er tot met 10 jaar kan je gevangenis in, potentieel. Nou, volgens mij. Waar ik mee zit is dat het is niet alleen Nederland. Hè? Internet is overal. Ja. En als ik bijvoorbeeld kijk naar ik heb niet een mening over wie van Forever, maar voor het veranderen van een URL 41 maanden de cel in, nou zijn we niet in de VS, maar dit zijn wel dingen die met een YouTube filmpje van of een filmpje van de koningin ook gebeurd is. Op het moment dat je zoiets doet, weet je eigenlijk niet als hacker van hoe gaat erop gereageerd worden, want in potentieel hangt mij 10 jaar boven het hoofd. Het is een heel veel andere inzet die ik als hacker heb, om dat dan te melden, ondanks dat ik er geen misbruik van wil maken, maar ik heb het gezien, ik vind het interessant, ik ga misschien net die twee stappen verder, zonder dat ik profijt uitneem, maar dan ga ik het melden. En dan ga ik twee keer over nadenken of ik dat doe, want in principe is er geen nuance in waar ik een houvast heb, zoals met andere strafrecht, waar ik heb doodslag, moord,
Maar ja, eventjes om me onder gewoon heel erg. Andere dingen waar je 10 jaar. Maar je hebt gewoon 10 jaar. En dat, het is een strafbaar feit. Nou, daar zijn we kennelijk als maatschappij op uitgekomen. Dat zit niet aan. Dat is zo. Maar dan is er geen monster in. En op de andere kant is er geen strafbaar feit. Waarbij, als je nou in een law and order mindset denkt, dan zou ik ook zeggen, als je het nalatige security hebt, is het een crime. En ik zat zelf met responsible disclosure van, ja, ik zou het wel heel graag willen beloven aan een hacker die gewoon een kwetsbaarheid bij mij, een Vox IT komt er iemand binnen, als die het gaat melden, vind ik, moet ik dankjewel zeggen. Maar op het moment dat er data gestolen wordt die potentieel schade kan opleveren voor personen, heb ik zelf het morele gevoel dat ik aangifte moet doen. En dan kan je zeggen, kan je bij CPP melden. Maar in feite weet ik niet, zoals jij zei, wat met die data gebeurd is. Die ligt ergens op een computer. Dus de enige manier om te weten wat met die data gebeurd is en ook om derden waarvoor ik verantwoordelijk ben te beschermen, is in feite een opsporing waarbij ingevallen wordt, waarbij een computer in beslag genomen wordt, waarbij een hele computer uitgelezen wordt. Dus echt alles wat erop staat, en dat is niet zoals vroeger een boekhoudingsboekje of een fotoalbum, maar dat is het fucking hele leven wat erop staat. Dus de ingreep is, de zwaarheid van de ingreep wordt moeilijker. Hè? En ik vind dat wat ik nu zie in de wetgeving is dat er heel veel paniek voetbal is. En terecht omdat we gewoon niet de mogelijkheden hebben om op te sporen. En wat ik zelf het gevoel is, even diep lucht halen, stap je terug en gaan we eerst digitale burgerrechten echt keihard in kaart zetten. En elke wet wat er komt, toetsen aan of het voldoet aan digitale burgerrechten. Want die zijn het meest belangrijke voor de awareness. Veel belangrijker dan of ik nou risico-averse, nou ja, dat zal mij vast niet overkomen. En als zo zien we dan misschien betaalde verzekering wel. Dat werkt veel minder dan de awareness van wat heb ik als persoon aan een digitale burgerrechten. Ja, maar en het vertrouwen komt er nog. En welke treden? Even alleen op plaats, want je hebt een heel onderwerp aangesneden. Ik zou er heel graag op ingaan, maar die tijd er niet. Digitale burgerrechten. Ik denk dat als het gaat om digitale burgerrechten, de discussie niet minder ingewikkeld is dan wanneer we het hebben over wat zou de rol van het strafrecht moeten zijn. Nee. Wat is privacy in een online wereld? Nou joh, daar komen ze in Europa ook al niet uit. Er komen mooie notities uit als the right to be forgotten. Ik vind het fantastisch bedacht, maar het is nooit te garanderen als overheid. Dat kan helemaal niet in deze maatschappij. Maar je kan garanderen dat je wetgeving niet inbreuk maakt op bepaalde principes waar je als maatschappij overeenkomt. En de net neutraliteit, dat is bijvoorbeeld een heel klein aspect. Maar om allerlei opmerkingen te maken, en dat is misschien heel flauw, vooral omdat het aan mijn kant komt, maar ik vind dat het wetsvoorstel dat er nu ligt, ik vind het niet zo verschrikkelijk revolutionair. Ik vind dat als je kijkt welke checks en balances daarin zijn aangebracht, dat die eigenlijk naadloos aansluiten op wat we aan vergelijkbaar inbruikmakende handelingen in de fysieke wereld kunnen doen. We kunnen het natuurlijk hebben over wat er intensief verschillend is aan de fysieke wereld en de digitale wereld, maar we hebben niet ineens een compleet andere mindset waarin we denken van, oh, het is digitaal, dan moet het ook op een, en dan moet alles ook overboord. Ik denk dat het juist goed is dat we zoveel mogelijk wel zijn aangesloten bij hoe we het in het echte leven. Ik kan het maar kort misschien. Heel kort. Ik woon in ieder geval 10 jaar zelf computervrede gebruiken, dat verbaasde mij een beetje. Ik denk dat het 1 of 4 jaar zou moeten zijn. Even kijken naar artikel 161 sectius. Dat is het verstoren van een dier als op een werk voor telecommunicatie. In gevallen waarin daardoor levensgevaar ontstaat. Mensen kunnen het afleiden. Dan zit je wel in die hoge categorie. Zit je. En kun je ook de bonus verdubbelen doen als het met een terroristisch dat hebben we nog niet gezien, Rick, maar het zou theoretisch wel kunnen. Dan heb je de jackpot, hè? Dan ben je binnen. Spreken we eens over. Ik had een leuk gesprek beloofd. Ja, nee, dat is terug hoor. Ik ben al niet klaar. Nee, daarom. Ik geef graag over. Ja, dit was het even voor nu, denk ik. Oké. Okay.